Het takenpakket van een stagiair is erg divers. Zo is geen enkele dag hetzelfde. Tijdens mijn stage heb ik verschillende werkzaamheden verricht, zoals het schrijven van social nieuws- en persberichten, het beheren van de social media, het maken van nieuwsbrieven en het opstellen van een communicatieplan. Door deze praktijkervaring heb ik een hoop geleerd over het communicatievak. In de gemeente Heerlen zijn we op zoek naar mensen die hun stage ergens een kans zien, die weten wat hun ontwikkelpunten zijn en daar dan ook keihard aan willen werken. En het helpt natuurlijk als je een beetje ondernemend en creatief bent. Het kan zijn dat je één van ons twee als je stagebegeleider gaat krijgen. Als stagiaire bij de afdeling communicatie ben je volwaardig lid van ons team en werk je mee aan verschillende communicatieopdrachten. Daarnaast krijg je voldoende ruimte om te werken aan je eigen leerdoelen en om te werken aan je stageopdrachten. Stage lopen en werken bij een gemeente is vooral leuk omdat je dan werkt voor iedereen in de hele maatschappij. Alle burgers zijn de mensen met wie je rekening moet houden als je hier werkt of stage loopt. Groot of klein, rijk of arm, dat maakt niet uit. Je moet rekening houden met iedereen. En dat is niet altijd even gemakkelijk, maar daarom wel een enorme uitdaging natuurlijk. Bovendien betekent werken bij de gemeente dat je werkt in een politieke omgeving. En dat kan alle kanten opgaan en bovendien kan dat ook iedere 4 jaar verschillen, naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsvergadering. Dat maakt het heel dynamisch en zorgt ervoor dat geen enkele dag hetzelfde is. Dus tel uit je winst en kom vooral een kijkje nemen. Ik raad een stage bij de communicatieafdeling van gemeente Heerlen zeker aan.